Jorien ter Mors. Go to the star. Opereert aan de knie, aan het revalideren. Dul tegen Van der Schaar. Een vrouw die vorig jaar opviel in het Olympisch seizoen zich behoorlijk verbeterde. Ready. Dul in het oranje. Wust in het blauw. Ja. Zou met een slechte race het nog makkelijk moeten kunnen halen. Bij de wereldbeker was ze zoveel beter dan de rest. Maar er komen wat goede generaties aan. En Dul is één van die leden van zo'n goede generatie. Brons op het wereldkampioenschap junioren, waar Nederland 1, 2 en 3 werd. Maar hij heeft toch wat aanpassingsproblemen te hebben. Eerste jaar in een seniorenploeg bij Jelat Anema. Jezelf wel een beetje staande houden. Je mond open durven doen als de trainingen wat te zwaar zijn, als je benen vermoeid zijn. Van der Schaar aan de leiding. 700 meter. Goede eerste rondes voor beide vrouwen. Met een 0 voor Van der Schaar. Dul ook goed. En Dul heeft over het algemeen een beter duurvermogen dan Van der Schaar. Schaar nog iets voor dus. Maar 8 reekte. Hield die rondetijden het verval goed binnen de perken. En daar komt Dul. Dul komt richting de 1100 meter onderdoor. 1100 meter. Mooi naast elkaar. Dul gaat het gevecht aan en is sneller in de ronde. 30-8. Wel achter-achterreken beide. Ja, verlever ook in, want achterreken had een goede tussenronde en een hele sterke slotronde van 31-5. Daar komt Van der Schaar. Iets meer ervaren. In leeftijd en ook in het aantal wedstrijden dat ze al gereden heeft, blijft hier Dul voor, die een moedige poging heeft gedaan. Ah, doet zo pijn dit. 1.58.69 Van der Schaar. De tweede tijd achterreekte Dul naar 1.59.40. Een persoonlijk record op Laagland. Ja, dat moet je ook wel noemen, want die tijden van Calgary en Salt Lake, ja, die blijven natuurlijk staan. Achter Eekte nog steeds aan de leiding met dat persoonlijke record. Heeft dat uitstekend gedaan. Kan weer lachen na dat vervelende begin. En die hoesjes die ze net afdeed, dat zijn de hoesjes die schaatsers allemaal dragen. Snijvaste hoesjes, zodat je niet je enkels of Achillespees door kan snijden. Wat in het verleden nog wel eens gebeurde. Van Hemert. Dat hij hier was tijdens het wereldbeker kwalificatie toernooi. Zal denken, is dit nu een herhaling? Maar inderdaad, dit is opnieuw een 1500 meter tussen de Neling en Van Hemert. Twee voormalig ploeggenoten. Toen allebei onder Jack Ory. Nu beide op eigen been. Alleen hebben ze nu van baan gewisseld. Binnenbaan naar buitenbaan. En dan hoopt de Neling dat ook de winnaar van de rit wisselt. Want Van Hemert won toen in 1.59.58. Maar het moet dus sneller. En de Neling klapt weer in. Ja, die kruipt stiekem weer naar haar oude niveau terug. Oh, hele goede opening. Goeie bocht ook. Groot talent. Met je eigen wijs, maar dat mag natuurlijk ook wel. Maar goede opening hoor. En met de trainingswedstrijd de afgelopen week race ook een hele goede 500 meter. Outsiders wel getipt hier. Voor een enkele top 3. Wat het is om te winnen. Ze werd Nederlands kampioen sprint. Gaat er hard in. En ook Van Hemert met een rondje 28-8. De tweede ronde van het veld. En kruipt hier op de kruising achter Sanneke de Neling aan. En zou zich zo op die buitenbocht moeten kunnen laten catapuleren. Het PR Laagland voor de Neling is 1.57.82. Toen had ze eenzelfde schema als nu. Toen had je 30-7 op dit moment. Nog steeds ruime marge ten opzichte van achter Eekte. 30-6. Goede tussenronde, 2,3 verval. Op weg naar een persoonlijk record op C-niveau. Als de benen het houden. Is goed op de 500, goed op de 1000.
Van Hemert op achterstand. Maar heeft de Beneling als richtpunt. En die sterft in 1000 doden in de bocht. Maar nog steeds de marge ten opzichte. Ja. 3/10, het gaat hard nu hoor. Dat is de 1500 meter. Oeh, de pijn in de benen kun je voelen. 1:57:39. Dat was de tijd van achterrekenen. En hier komt 1:57:76. Voor de Neling. En 1:58:43 voor Van Hemert. Dat is voor Van Hemert een persoonlijk koor op zeeniveau. Wel tapper gereden hoor. En dat is ook een persoonlijk koor op zeeniveau voor de Neling. Dat zijn toch statistieken die tellen. Daarom ook dat trainer Arnold van der Poel juichend de kruising staat. Zit er nog rek in de vrouwen? En dat zit er zeker. 6 vrouwen nog aan de start. Met een podiumkandidaat hier, Melissa Wijfje. Go to the start. Maar reed op zeeniveau ook nog nooit onder de 1,57. Anema zelfs nog nooit onder de 1,58. Moeten zich dus gaan verbeteren. Ready. Beide vrouwen die de wereldbekers ingingen op een sterk wereldbeker kwalificatietoernooi. Wijfje was de nummer 4 op de wereldbeker kwalificatiewedstrijd. Een keer 7e op een wereldbeker buiten ijs in Tomakomai is een taaie dus. Was een 4e Nederlandse hier met de wereldbeker in Heerenveen. En toen won ze van Joy Beun. 300 meter bij Wijfje, 26-6. Ook het 26-6, Wijfje. Natuurlijk gemeten aan de tijd van achterreken. Dat is de eerste schaatser die je moet verslaan. De achterrekt is het wel gewend om te moeten wachten om te zien wat haar tijd waard is. Ja. Dat doe je op de Olympische Spelen. Ze lang moest wachten. Wijfje begon in ieder geval sneller dan bij de wereldbeker hier. 700 meter voor Wijfje. 55-7, 125-29-1. Voor Adema, 56-2. En nu moet Wijfje komen. Die moet het hebben van de tussenronde richting de 1100 meter. En dus deze kruising doet lekker. Nu kruipt ze ook naar de tijd van achter Ekten toe. Wijfje op gelijke hoogte. Achter Ekten 1:25:88 met een rondje 30-4. Wijfje is sneller. 3/10 sneller. Goeie tussenronde hoor. Dit zien we weinig bij de vrouwen. Een rondje 90-1 gevolgd door een 29-7. En verval op die wereldbeker was maar een seconde op die laatste ronde. En ze loopt uit op achterrekenen. Wijfje doet een gooi naar het podium op dit nationaal kampioenschap. Blijft Adema voor. En is ook sneller dan achterrekenen. 1:57:39. Hier staat 1:56:70. Kijk eens, ja, daar ga je van ondersteboven. Wat een goede race van deze Melissa Wijfje. Met een heel sterke persoonlijke koor op C-niveau. Aan het goed met Melissa. Even hulp in de ja, Wijfje, duim omhoog. Ja, hier kan ze alleen maar blij mee zijn. De eerste in de 1,56. Ja, maar en de nu... afgelopen jaren stond je daarmee op het podium. Ja, maar de benen zijn zo moe dat je eigenlijk niet meer op kan staan. Even wachten, zegt ze. Ja. Ze moet uit de baan, want Antoinette de Jong en Lotte van Beek staan al klaar. Maar mooi dat ze de duimpje omhoog stak naar Geert Kuiper. Malen bondscoach hier, stadionspeaker.